is donderdagochtend heel erg vroeg. We staan op de helihaven. De helikopter komt er nu aan met de vaccins. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanmorgen zijn in alle vroegte de vaccins met de heli aangekomen. Ja, ik zag onderweg hier naartoe rijden, zag ik de heli al vliegen. Ik dacht, mooi, die zijn er al. Ja. Dit is hartstikke mooi. Een belangrijke dag vandaag, denk ik. Ja, ja, dit is wel even een memorabel moment. Dat we eindelijk gaan beginnen op de Schelling na toch vele weken van overleg. En nou ja, ook wel echt heel erg door proberen te zetten van dit moet wel gaan lukken hier. Ja. Nou, en dan vind ik het een hele eer dat we hier vanochtend zo met elkaar mogen zijn en dat het gaat beginnen. En hoe gaat de dag eruit zien vandaag? Nou, in principe zijn we nu met z'n allen aan het verzamelen. Is ook de GGD al aanwezig vanaf de vaste wal. De vaccins, het belangrijkste onderdeel vandaag is er. Die worden momenteel al voor een groot deel klaargemaakt. Okay. En ja, eigenlijk heeft iedere 75-plusser die nu een oproep heeft gehad, heeft ook een afspraak gekregen. Dus eigenlijk zullen we hier niet hele grote groepen mensen in één keer gaan krijgen. Maar zullen ze op een afspraak met een tijdstip zullen ze hier zijn en hun prik krijgen. En hoeveel mensen worden ongeveer geprikt vandaag? Nou, ik heb niet het exacte aantal, maar we verwachten tussen de 500 en de 600 mensen te vaccineren vandaag. Inclusief natuurlijk de zorgmedewerkers die ook een oproep hebben gehad. Okay. Nou ja, waaronder wij als huisartsen zelf. Ja. En voor de rest, hoe gaat het er voor de rest uitzien? Morgen weer? Of? Ja, het zijn twee dagen nu, omdat we toch best wel veel mensen hebben. En omdat je het natuurlijk moet verdelen. Hè? Dus je moet het echt, mensen moeten een kwartier blijven zitten nadat ze hun prik hebben gekregen. Dus je kan hier niet maar gewoon, oké, kom maar door en kom maar wanneer het je uitkomt. Ja. En dat houdt dus automatisch in dat je meer tijd moet gaan besteden. Ja. Okay. Nou, dankjewel en veel succes vandaag. Nou, dankjewel. We hebben er zin in. Jolanda, jij bent van de GGD en jij regelt hier, je bent het opperhoofd hier een beetje, om de vaccinatielijnen te regelen. Vertel eens, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, sowieso wil ik even vertellen dat het hier vandaag hartstikke goed gaat in de ET10. En dat is met name omdat we hier met elkaar, hè, met de mensen van het eiland en met de GGD het hier georganiseerd hebben. Hoe gaat het in zijn werk? Als je hier een afspraak hebt om gevaccineerd te worden, dan kom je de ET10 binnen en dan wordt er gevraagd of je inderdaad een afspraak hebt en of er nog bijzonderheden zijn. En als dat niet zo is, dan kom je inderdaad hier bij een van de priklijnen terecht. Daar wordt door de registratiemedewerker gekeken of je inderdaad een afspraak hebt. Of er een gezondheidsverklaring is ingevuld en of er nog een reden is om niet te vaccineren. Nou, dat is dan meestal niet zo. Dan ga je door naar de prikker. Mm-hmm. Die krijgt het vaccin. Dan kom je weer bij de registratiemedewerker. Die zorgt dat het vaccinatiebewijs wordt uitgedrukt. En dan ga je door naar de wachtruimte waar je nog een kwartier gaat zitten wachten. En dan is het klaar. Nou, dat klinkt heel goed geolied en georganiseerd. We hebben vanochtend gezien dat de helikopter de vaccins kwam brengen. Dat is wel ook nog bijzonder, hè? Dat op de eilanden dat het vaccin hierheen komt. Ja, dat is zeker bijzonder. De boot deed er wat te lang over. Er lag ook wat ijs in het water. Dat gaf ook nog wat de nodige obstakels. Dus vandaar dat we gekozen hebben voor vervoer met de heli. Nou, dat gaat inderdaad op een speciale manier, omdat de vaccin niet buiten een koelkast vervoerd mag worden. Dus daar zijn speciale koelboxen voor. Dus ook onder toezicht van een apotheker is het verpakt. En het wordt met een speciale vervoerder ook inderdaad vervoerd. Een beveiliger erbij. En nou, volgens mij waren jullie erbij. Hè? Het vaccin komt dan aan, wordt overgedragen. Het gaat weer in een speciale auto hier naar de ET10. En daar hebben we het vanochtend in ontvangst genomen. En in speciale ook medicijnkoelkast opgeslagen. En daar staat het nu. En hier worden dus de spuiten bereid. Ja. Hoe is de opkomst op Terschelling? Die is goed.
Hij zit er bepaald niet op, op 100%. Hè. Dus niet iedereen die uitgenodigd is, heeft een afspraak gemaakt. Om wat voor reden dan ook. Maar goed, we zijn hier morgen ook nog. Het kan ook zijn, hè, dat er vandaag mensen zijn die wel uitgenodigd zijn om een afspraak te maken. En dat nog niet hebben gedaan. En die zouden dat vandaag nog steeds kunnen doen. Omdat we hier morgen ook nog de hele dag aan het vaccineren zijn. Mooi. Nou, we gaan eens kijken hoe het in zijn werk gaat. Dankjewel en veel succes vandaag. Hey, dankjewel. U mag alvast bij mijn collega gaan plaatsnemen. Dan ga ik uw gegevens even invoeren. En dan krijgt u zo alle papieren weer terug. Inclusief een bewijs dat u gevaccineerd bent. Die mag je dan voor de volgende afspraak even meenemen. Ja. Dus ik zou zeggen, neem plaats. Ga ik doen. Dankjewel. Nou, ik heb geen bijzonderheden, dus hij mag gezet worden. Rechts. Ik ben rechts. Oké, okay, dan ga ik het niet. Laat hem maar hangen. Ja. Nou, dat was hem al, hè? Dat was hem, ja. Ja, ja. Een nieuw begin. Stelt eigenlijk niet zoveel voor. Stelt helemaal niks voor, nee. En nu mag ik door mijn papier halen en naar de rustruimte, geloof ik. En dan mag je een kwartiertje in de wachtkamer zitten. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Je kan op gaan reageren. Je kan niet goed worden of heel warm. En dan houden ze je daar even in de gaten. Precies. Er loopt wat EHBO rond. Ja. Arts is in de buurt, ambulance in de buurt. Nou, zo vaart zal het hopelijk niet lopen. Denk het ook niet. Nee. Dankjewel. Dus, okay. En succes verder. Ja, dankjewel. Dank je. Kijk eens, alstublieft. Nou. Hartstikke goed. Dan wens ik u nog een hele fijne dag toe. Van harte van hetzelfde en dankjewel. En dan mag je hier de pijlen volgen en naar de wachtruimte. Ga je mee? Nou, dit was het dan even. Veel plezier, hè? We gaan ervan uit dat het allemaal in orde komt en dat ik niet omval en anders horen we het wel.